Ik denk dat dit een goed moment is om even uit te leggen waar mijn focus voornamelijk ligt bij Brony Reviews. Brony Reviews is om te beginnen een show waar ik voornamelijk reviews maak die voornamelijk gericht zijn op tekenfilmseries. Ik doe dit omdat ik tekenfilmseries heel tof vind om naar te kijken en animatie in het algemeen weet mijn aandacht altijd wel te pakken. Mijn grote favoriet in deze categorie is uiteraard, als je het nog niet door had, My Little Pony Friendship is Magic. Hoewel deze show primair gericht is op kleine meisjes van 5 jaar, kan het op sommige punten toch wel leuk zijn voor als je wat ouder bent. Daarom had ik besloten om alle afleveringen van deze show te gaan reviewen. Te beginnen met de aflevering van vandaag, het extra kaartje. Leuk feitje, dit is de eerste aflevering waar Amy Keating Rogers aan heeft gewerkt, samen met Lauren Faust. Ja, dit is ook de eerste aflevering waar meer dan één schrijver aan heeft gewerkt. Dit kan nog wel eens interessant worden. Zet 5 punten op het bord en laten we beginnen. Twilight en Spike helpen Applejack met appels plukken. Dit krijgen we niet te zien, wat goed is, want anders verspillen ze een paar minuten van de aflevering waarin de personages alleen maar aan het werk zijn. Geloof me, er zijn daar meer als genoeg voorbeelden van in andere shows. Spike helpt trouwens niet echt. Hij zit op Twilight's rug lui te zijn. Ze ontvangen een brief van prinses Celestia. Luister, luister. Haar koninklijke hoogheid prinses Celestia van Equestria kondigt met vreugde het grote galoppeergala aan dat wordt gehouden in de geweldige hoofdstad van Canterlot op de 21ste dag van bladibladibladibla. Een hartelijke uitnodiging voor Twilight Sparkle plus 1 gast. Oh, het grote galoppeergala! My little pony. Na de intro zien we dat Twilight en Applejack duidelijk heel veel zin hebben in het grote galoppeergala. Maar Spike niet zozeer, hij vindt het maar suf. Ze ontvangen de toegangskaarten voor het grote feest. Applejack wil er heel graag heen om daar een appelkraam op te zetten om heel wat met de hoefgemaakte hapjes te verkopen. En zo dus heel veel geld te verdienen die ze weer kan gebruiken voor een nieuw dak van de schuur, een nieuwe ploeg en een nieuwe heup voor Granny Smith. Lang verhaal kort, Applejack wil dus veel geld verdienen op het gala. Twilight wil Applejack net gaan vragen als Rainbow Dash uit de lucht komt vallen. Ze zou helpen met appels plukken, maar ze was druk bezig met... Ja, wat eigenlijk precies? Ik was druk aan het slapen. Helder en volledig Rainbow Dash. Ze heeft blijkbaar gehoord over het extra kaartje en ze wil blijkbaar ook heel graag gaan. De Wonderbolts treden elk jaar op het gala. Om indruk op de Wonderbolts te maken, wil Rainbow een aantal vette trucs laten zien. Ik trek hun aandacht met mijn daverende toverkracht. En dan verbaas ik ze met mijn meesterlijke merriemacht. En als grote afsluiter de fantastische vuurflits. Hoe ze de vuurflits doet, ik heb geen idee. Wat die andere trucs betreft, niet echt bijzonder. Echt elke Pegasus kan deze trucs leren. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Rainbow denkt dat als ze deze trucs laat zien, dat ze lid mag worden van de Wonderbolts. Droom maar lekker verder, Rainbow. Dan vechten Applejack en Rainbow om het extra kaartje. Ze gaan een potje hoe voorstellen als Twilight tussen ze in komt te staan. Twilight komt met een andere manier om te kunnen beslissen wie er mee mag gaan naar het gala. Degene met de beste reden om te gaan moet hem krijgen, vinden jullie niet? Reclame maken voor de boerderij? Kans op een auditie voor de Wonderbolts! Geld verdienen voor Granny's Hub! Een droom waar maken! Daar komen we dus ook niet verder mee. Trouwens, Twilight, dat had je kunnen zien aankomen. Twilight gaat even weg om te lunchen en Applejack en Rainbow gaan nog even hoe voorstellen. Twilight roept want rond door Ponyville te bedenken wat ze gaat eten als Pinkie Pie opeens naar buiten komt stormen. Pinkie komt ook achter het extra kaartje. Dan krijgen we een lied. Oh, het grote galoppeergala is de mooiste plek voor mij. Oh, het grote galoppeergala is de mooiste plek voor mij. Hiep, hiep, hoera, het is de mooiste plek voor mij, voor Pinkie. Hoewel het lied geen effect heeft op de eindscore van de aflevering, wil ik wel graag mijn mening hierover geven. Pinkie Pie is wat ze noemt een super duper party pony. Wat betekent dat als Pinkie Pie denkt aan een feestje, dat ze denkt aan ballonnen en slingers overal, leuke spelletjes, lekkere hapjes en drankjes. Alles wat een feestje, nou ja, een feestje maakt. Dit is wat Pinkie Pie een leuk en grappig personage maakt. Ze is heel speels en dit vind je ontzettend vaak terug op heel veel momenten en manieren in de show. Want het
lied betreft, het is niet heel lang, dus vult het niet al te veel tijd in de aflevering. Wat niet heel erg is, want op die manier hebben de schrijvers wat meer ruimte om meer dingen in de aflevering te verwerken die belangrijk zijn voor de aflevering. Het gezang is goed, maar nog niet op het punt dat het heel prettig is om er een paar minuten naar te luisteren. Dit is weer een reden waarom het goed is dat het lied niet heel lang duurt. Als Pinky klaar is met zingen, komt Rarity aangelopen en, zoals verwacht, weet zij nu ook al van het extra kaartje af. En dan vertelt Rarity haar grote galadroom. Wat ik even zou gaan samenvatten, want deze is heel erg lang. Rarity denkt dus dat, als ze naar het gala gaat, alle ponies haar bewonderen, dat ze naar de prinses mag komen, haar droomprins mag ontmoeten, ermee trouwen en lang en gelukkig leven. En moet je horen hoe ze dit vertelt. Ik zou paraderen over het gala en iedereen zou vragen, wie is die mysterieuze Mary? Ze zouden nooit raden dat ik maar een simpele pony ben uit het kleine ponyville. En ik zou zo'n sensatie zijn dat ik uitgenodigd word. Goed verhaal, duurt veel te lang, stop maar. Dan komt er een konijn langs gerend die de kaartjes afpakt van Spike en ermee wegrent. Naar Fluttershy. Fluttershy wil ook heel graag naar het gala. Ze wil graag naar de tuinen om daar rond te hangen met alle dieren die er wonen. Niet lang na dit verhaal komen Rainbow Dash en Applejack en dan beginnen ze ruzie te maken over wie het extra kaartje zou moeten krijgen. Op een gegeven moment schreeuwt Twilight dat iedereen stil moet zijn. Dit is mijn beslissing en die ga ik zelf nemen. En ik kan niet nadenken met al dat lawaai. En met deze honger. Dus ga weg. Tjoe! Wow, Twilight. Dat had ook rustig gekund, of niet? Oh, blijkbaar dus niet, want dat heeft ze al geprobeerd. Twilight en Spike gaan even lekker eten in het restaurant. Er loopt een ober langs die vraagt of ze hun keuze hebben gemaakt. Ik kan niet kiezen! Wow, rustig, Twilight. Hij komt alleen maar je bestelling opnemen. Ik wil graag een margriet en een narcis sandwich. Het zijn ponies, laat het rusten. Heeft u ook robijnen? Nee. Spike eet dus graag robijnen? Wauw, dat zou wel lekker knapperig zijn. Als Twilight haar broodje krijgt en wilt gaan eten, rennen er allemaal ponies langs. Ze vluchten naar binnen voor de regen. De enige plek waar het echter droog is, is bij Twilight en Spike. Rainbow Dash heeft een gat in de wolken gemaakt voor Twilight, zodat ze niet nat wordt. Rainbow doet dit in de hoop dat Twilight haar het extra kaartje geeft, maar dit mislukt. Rainbow maakt het gat dicht en Twilight wordt nat van de regen. Niet lang daarna komt Rarity aangewandeld met haar paraplu en neemt Twilight mee naar huis. Oké, dat was best grappig. Rarity begint te slijmen bij Twilight en wat gebeurt daar allemaal? Oh mijn hemel, natuurlijk, waarom ook niet? Stop Twilight maar weer in dat rare ding. Even serieus, ik weet niet wat dat moet voorstellen. En trouwens, dit heb ik al gezien in Vriendschap is Betoverend. Alsjeblieft, doe ons allemaal even een lol en hergebruik geen materialen meer uit vorige afleveringen. Dat komt heel erg lui over. Dan zet Rarity Spike nog even in zo'n raar pak en dan vlucht Spike weg. Ik zou er maar niet te veel omheen draaien. Rarity doet dit allemaal om het extra kaartje te kunnen krijgen, maar dit mislukt. Zo, mag ik dan nu gaan? Want ik wil al de hele tijd gewoon mijn lunch! Applejack komt tevoorschijn en sleurt Twilight naar buiten, waar ze een hele kar vol met hapjes heeft staan. Hoe Applejack dat voor elkaar heeft gekregen in zo'n korte tijd, ik heb geen idee. Dit is ook bedoeld om het kaartje te kunnen krijgen, maar ook dit mislukt en Twilight vlucht naar huis. Als ze eenmaal thuis is, komt ze Fluttershy en allemaal dieren tegen die haar huis schoonmaken, zodat Twilight dit extra kaartje zou geven, wat mislukt. Twilight vraagt Fluttershy en de dieren te vertrekken, maar dan wordt Twilight naar buiten gesleurd door Pinkie Pie en een paar andere ponies, die niet echt iets te maken hebben met de rest van de aflevering. Het enige wat ze doen is Twilight op en neer gooien, dat is het. Dit gebeurt terwijl Pinkie aan het zingen is. Dit lied moet allemaal complimenten voor Twilight voorstellen die tof zijn, maar dit is bedoeld om het kaartje te kunnen krijgen en dit mislukt. Als Pinkie en Twilight over het kaartje praten, horen de andere ponies dit en dan vertelt Pinkie over het extra kaartje en nu zit heel Ponyville achter Twilight aan in een best grappige achtervolging. Dit gaat door totdat Twilight en Spike in een hoekje worden gedrukt en Twilight een spreuk gebruikt waardoor ze teleporteren. Ze komen weer heerlijk thuis terecht waar ze alle deuren en ramen afsluiten, maar blijkbaar zaten haar vrienden hun op te wachten. Voor iedereen en ik kan er niet tegen om iemand teleur te stellen en mij cadeaus geven en lief doen brengt daar geen verandering in. Want jullie zijn allemaal mijn vrienden en ik wil iedereen blij maken, maar dat kan niet.
Ik weet niet waarom, maar ik vind het altijd grappig als mensen, of in dit geval ponies, helemaal gestrest zijn. De main 5 vertelt Twilight dat het ze niet meer uitmaakt aan wie ze het kaartje geeft. Het lijkt er echter op dat Twilight haar keuze heeft gemaakt. Beste prinses Celestia, ik heb geleerd dat het leukste aan een vriendschap is dat je kunt delen. Maar als je niet genoeg te delen hebt, dan kunnen je vrienden ineens zorgen dat je je heel rot voelt. Dus, ook al waardeer ik je uitnodiging zeer, ik geef beide kaartjes voor het grote galoppeergala terug. Wat? Je kunt zeggen wat je wil, maar ze had het niet beter kunnen maken. Laten we dit moment eens pakken en er eens wat dieper op ingaan. Celestia stuurt Twilight 2 kaartjes, maar ze heeft 5 vrienden die heel graag mee willen gaan om verschillende redenen. Dus ze moet er 1 kiezen. Dit is een beslissing die bijna niet te maken valt. Dus besluit ze om gewoon niet te gaan als al haar vrienden niet mee kunnen gaan. Spy verstuurt de brief meteen en daarna krijgen ze antwoord terug. In de brief zitten 6 kaartjes voor het gala. De main 6 gaan even een hapje eten en Spy krijgt ook nog een kaartje. Dan is de groep compleet en dat is het einde van de aflevering. Ik wil nog even snel een aantal dingen kwijt voordat we bij de eindscore van deze aflevering komen. Om te beginnen is dit een goed begin van Amy Keating Rogers. En dat mag ook wel, want dit is de eerste aflevering die we van haar te zien krijgen. Maar natuurlijk is zij niet de enige die aan deze aflevering heeft geschreven, maar Lauren Faust heeft hier ook aan meegewerkt. Wat vond ik ervan? Nou, ik was er niet echt weg van. Oké, Lauren had ook niet echt haar beste werk laten zien in Vriendschap is Betoverend en deze samenwerking in het extra kaartje heeft er ook niet echt mee geholpen. Maar betekent dat dat een samenwerking helemaal niet werkt? Het is natuurlijk afhankelijk van de schrijfstijl van de schrijvers van de show, dus daar kan ik niet echt veel over zeggen. Er zijn echter wel een aantal voorbeelden van afleveringen die geschreven zijn door meer dan 1 persoon die niet heel goed zijn. Deze komen we allemaal tegen in deze reviews. En dit is er 1 van. Ja, deze aflevering had duidelijk geen 2 schrijvers nodig. Had Lauren Faust dit alleen moeten schrijven? Nou, ik denk niet dat dat een goed idee was geweest, aangezien we hebben kunnen zien wat ze heeft gedaan in Vriendschap is Betoverend. Ik denk wel dat Amy Keating Rogers deze aflevering heel erg goed had kunnen maken. Laten we even heel eerlijk zijn, zonder Amy zou deze aflevering mogelijk een heel stuk slechter zijn geweest. Fluttershy is nog altijd even verlegen als ze was in Vriendschap is Betoverend. En Rarity is nog altijd dezelfde Clamor Girl en geeft alleen maar om haar eigen geluk. Dit is allemaal het werk geweest van Lauren Faust. Als je me niet gelooft, kijk dan nog maar eens een keer naar mijn Vriendschap is Betoverend review. Dan gaan we nu naar het grote probleem van de aflevering. Het grote probleem is dat de aflevering zichzelf veel te vaak herhaalt. En daarmee bedoel ik dus die momenten dat alle ponies Twilight een gunst doen die bedoeld zijn om het kaartje te kunnen krijgen van Twilight. Hiervoor zou ik er een paar puntjes van af moeten trekken, maar buiten dat vond ik de aflevering wel vermakelijk. Mijn conclusie, Amy Keating Rogers is goed begonnen met een goede aflevering. Ik geef het extra kaartje een 7,5 van de 10. De aflevering was niet heel grappig, maar het verhaal is wel goed verteld. Amy Keating Rogers, ik verwacht heel wat goede dingen van je in de komende tijd. Maar alsjeblieft, geef Rarity niet meer van dit soort momenten.